Deze nieuwe instructievideo gaat over opsommingstekens en nummering. Ook hiervoor gebruik ik mijn geopend tekstdocument, of mijn gevonden tekstdocument van Genk, een stukje tekst uit Wikipedia. En dan kan je heel snel laten zien wat dat opsommingstekens en nummering met een tekst doen. Opsommingstekens en nummering staat hier bovenaan. Je ziet de 1 en de 2 staan van de nummering, ook te bekomen via F12. En het opsommingsteken staat er juist aan de rechterkant langs, kan je bekomen door de hoofdlettertoets en F12 te gebruiken. Ik zelf gebruik eigenlijk altijd de muis, omdat deze tekens in de standaard werkbalk bovenaan staan. Als ik deze tekst gewoon een opsommingsteken wil geven, duid ik de tekst aan en druk ik op opsommingsteken. Dan krijg ik standaard het opsommingsbolletje als voorbeeld. Kan ik heel snel aanpassen, gewoon door de rechtermuisknop te kiezen voor opsommingstekens en nummering, ofwel bovenaan via opmaak, nummering, opsommingsteken, kom je op hetzelfde scherm uit. En bij u gaat dit tabblad aangeduid staan, het opsommingsteken tabblad, en kan je snel andere opsommingstekens selecteren. Druk ik nu op OK bijvoorbeeld, dan zie je dat het bolletje vervangen is door het vinkje. Als ik na de alinea ga staan en ik druk op Enter, dan geeft u mij een nieuw opsommingsteken klaar om met het volgende te beginnen. Druk ik nogmaals op Enter, dan gaat dat teken weg zijn. Goed, ik doe eventjes twee maal ongedaan maken, zodat ik terug met standaard tekst krijg. Stel dat je niet akkoord bent met de positionering van het opsommingsteken en de tekst, ook die kan je aanpassen. Je duidt het stukje tekst aan, je gaat naar opsommingstekens en nummering en het laatste tabblad daarvan, positie, het voorlaatste tabblad, tabblad posities, daar kan je de positie en afstand gaan bepalen van ieder afzonderlijk niveau. Nu die niveaus, daar ga ik het zo dadelijk eventjes verder over hebben. Stel dat je zegt, dit niveau is vrij oké, maar ik wil het nog een beetje gaan fine-tunen. De nummering wordt gevolgd door een tapstop op, en dat zien we hier duidelijk, 1,27 centimeter. Stel dat je die tapstop iets groter wil gaan maken, dan kan je daar zelf ingeven wat je daarvan wil bekomen. Uitgelijnd op 0,64, dat wil zeggen dat dit opsommingsteken begint op 0,64 centimeter van de kant. Dat is een vreemde waarde, dus ook daarvan maak ik rust 0,5. Centimeter. En wat je kan doen met inspringen op is bepalen hoe ver dat de tweede regel en de rest van de regels van die alinea gaan ingesprongen worden. Vaak maakt men gebruik van een iets diepere insprong, dus ik zal als voorbeeld nu dit op 1,5 laten staan. Dat is de eerste regel. En de tweede regel zullen we op 2 centimeter zetten en dan krijg je een duidelijk voorbeeld. Als je klikt in een van de waardes erboven, dan wordt je waarde bewaard en dan zie je in het voorbeeld ook heel duidelijk wat het gevolg gaat zijn van je selectie. Dus ik druk nu op OK en we gaan naar het voorbeeldscherm duidelijk kunnen zien dat de tekst verandert. Als ik druk op OK en is het duidelijk, het vinkje is naar een halve centimeter gegaan. De eerste regel is op 1,5 begonnen en de rest van de regels op 2 centimeters. Dus zo bepaal je posities. Eventjes verder naar het volgende. Ik ben nog een klein dingetje vergeten. In plaats van de standaard vinkjes en de standaard bolletjes bij opsommingstekens en nummering hier in dit tabblad, dit zijn er maar een achttal. Je kan ook het tabblad afbeeldingen gebruiken. Wordt meestal gebruikt door de jongere mensen. En daar zie je een aantal mooiere afbeeldingen dan de standaard bolletjes. Dit ziet er heel lyceumachtig uit, het groene bolletje. Dus ik zal dat eens eventjes kiezen. En je ziet duidelijk een groen bolletje. Ik zal ook eens enter maken dat duidelijk aangeeft welk het volgende bolletje is. Ook hiervan kan je eigenlijk alles aanpassen. Ik zal ook dat snel laten zien. Rechtermuisknop, opsommingstekens en nummering. En dan kan je bij, nu moet ik zelf eventjes zoeken, bij opties, kan je gaan bepalen wat dat er juist tevoorschijn moet komen. Ik had duidelijk aangeduid dat het een afbeelding was. Ik zou die ook kunnen selecteren uit de galerij en dan krijg je alle mogelijkheden te zien. Maar je kan ook zelf een bestand gaan toevoegen. Je kan gaan bepalen hoe groot of hoe klein dat bolletje is. Dus zal ik het nu eens eventjes op 28 centimeter houden, dan ga je zien dat het bolletje zelf verkleint. Druk op OK en je krijgt een kleiner opsommingsteken. Alles is eigenlijk aan te passen. Nu, dit is een opsommingsteken. Ik doe even dit bolletje weg. Ik zal eventjes alles wegdoen eigenlijk. Ik heb geen opsommingstekens meer nodig. Maar ik ga de opsomming eens hier toepassen. Het grenst aan Hasselt, Zutendaal, Opgelbeek en Houthalen, Helgtrenas. Dus ik ga dit op een nieuwe regel zetten. Ik geef dat gewoon wat enters. Een aantal enters. En ik zet Hasselt ook al op een nieuwe regel. En ook hier ga ik weer een opsommingsteken gebruiken. Nu, een opsommingsteken hebben we al gezien, dat is het standaard bolletje. Daarlangs zullen we nummering eens gebruiken, dan gaat hij het bolletje veranderen in het cijfer 1. En als ik juist gebruik gemaakt heb van nummering, en dus niet zelf 1, 2, 3 enzovoorts type, dan gaat de opsommingstekens en de nummering automatisch verder. Wat wil zeggen, als ik achter Hasselt ga staan, voor Zutendaal, en ik druk op Enter, dan zou hij automatisch
de waarde 2 aan Zutendaal moeten geven. 3 aan Opglabbeek. Hout halen Helchteren zou 4 moeten zijn. En As wordt natuurlijk 5. Voilà, ik werk de lijst even keurig af. Zo, en we hebben een correcte opsomming. Wat je nu nog kan bepalen, is bijvoorbeeld, ik wil werken met niveaus. Stel dat ik hout halen Helchteren ook wil opsplitsen in zowel hout halen als Helchteren. Dan kan ik hier een enter achter geven, maar uit de autonummering weten we dat deze een nieuwe nummering krijgt. Nummertje 5 en dat As nummertje 6 zal worden. Wat dat niet klopt, want ik wil hout halen als onderdeel van hout halen Helchteren. Daarvoor moet ik mijn niveau 1 niveau dieper maken. Of 1 niveau verlagen eigenlijk. Dat kan ik via de rechtermuisknop en 1 niveau lager gaan aanduiden. En als ik dat doe, dan ga je zien, dat krijgt niet meer nummer 5, maar nummer 1. Of ik zou de tabtoets gebruikt kunnen hebben. Ik zal het eventjes laten zien. Ongedaan maken. En ik ga voor hout halen staan en ik druk op de tabtoets op mijn toetsenbord. En dan werkt dat ook. Dus ik maak hout halen eventjes af. En ik zet er Helchteren nog onder. Voilà, nu hebben we een opsommingsteken met meerdere niveaus gemaakt. Ook die kan je weer helemaal fine-tunen of aanpassen. Ik zal het laten zien. Rechtermuisknop. Opsommingstekens en nummering. Nu moet ik niet meer naar opsommingstekens of nummering gaan kijken, maar dan zit ik eigenlijk, omdat ik met meerdere niveaus werk, op overzicht. En ook hier zie je een aantal voorbeelden staan. Ook weer een achttal voorbeelden. Dit wordt heel vaak in schoolomgevingen gebruikt. Dus als ik hier op OK ga drukken, dan ga je zien dat 4 hout halen Helchteren 4 blijft. Maar dat hout halen hier 4.1 zou moeten worden. Ik druk op OK en je ziet duidelijk dat hij de nummering 4.1, 4.2 krijgt. Ook dit kan je allemaal nog aanpassen. Ik ga het even laten zien. Rechtermuisknop. Stel dat je zegt, ik wil achter die 1 geen spatie hebben staan, maar ik wil daar bijvoorbeeld een rond haakje plaatsen. Ook dat kan allemaal automatisch. Je drukt opnieuw op opsommingstekens en nummering. Je gaat naar opties helemaal achteraan. En je kan dan per niveau gaan bepalen wat er moet aangepast worden. Dus stel dat ik zeg op niveau 1 moet na mijn opsommingsteken altijd een rond haakje komen. Dan druk ik gewoon een rond haakje en dan zie je in het voorbeeld al dat niveau 1 ronde haakjes zal gaan krijgen. Ook hier kan ik weer op OK drukken en je ziet dat de hele opgave mee verandert. Zo kan je alle opties zowel toepassen voor opsommingstekens als nummering. Het grote voordeel is natuurlijk dat de nummering en opsommingstekens automatisch worden herhaald. Stel dat ik tussen hout halen en Helchteren, ik neem als voorbeeld de stad Bilzen even tussenvoeg, dan zou automatisch hout halen 4.1 moeten houden, maar Helchteren zou 4.3 moeten krijgen. Dus ik druk eens even op enter en ik geef daar Bilzen als voorbeeld in. En dan zie je duidelijk dat de opsomming correct verder loopt. Ik heb het misschien nog niet laten zien, maar wel interessant voor de mensen die Grieks of Grieks-Latijns volgen, is dat daar ook Grieks, Latijns of Romeinse nummeringstekens in zitten. Ik zal het even laten zien. Rechtermuisknop, opsomming en nummering. Stel dat ik zeg dat tweede niveau ga ik aanpassen. Dus mijn tweede niveau kan ik bijvoorbeeld een andere soort nummering geven. En die geven bijvoorbeeld de Romeinse nummering. Oké. En je krijgt dan 4.1 en het Romeins 4.2. Ook dit kan ik weer aanpassen. Want dat komt natuurlijk niet zo heel mooi uit. Beginnen bij 1. Subniveaus weergeven is niet nodig. Ik zet mijn subniveau terug op 1, zodat ik de eerste 1 punt, in dit geval 4 punt, niet ga te zien krijgen. Ik druk op OK. Dit is wat ik wou bekomen. 1, 2, 3, 4. En je ziet duidelijk dat hij de nummering automatisch mee overneemt. Dit als voorbeeld van opsommingstekens en nummering.